En welkom aan de kijkers via de livestream. Ik stel het eerst voor het bezoekende elftal, DOS 37, met nummer 1 in de goal Patrick Niekert. Met nummer 12 Jordi Brinkman, met nummer 4 Martijn Ole Oldhoff, met nummer 22 Wietse van Spijker, met nummer 11 Shaki Mohamed, met nummer 17 Michel Kamphuis, met nummer 6 Hidde Boers, met nummer 16 Tom Smoes, met nummer 10 Menno Kamphuis, met nummer 8 Ronald de Morse en met nummer 20 Maarten Slob. Wisselspelers aan de kant van DOS 37, 21 Jordi Dijkhuis, met nummer 3 Twan Schonewille, met nummer 9 Glenn Jansen en met nummer 19 Lars Kikert. Uiteraard onder leiding van hoofdtrainer Jeroen Nix, assistent-trainer Peter Knollen, keeperstrainer Herman Franke, teammanager Bert-Jan Minkam, teammanager Gerald Nijkamp, materiaalman Martin Kortier en verzorger Rick Pauw. Dan de opstelling van SDVW. Met nummer 1 in de goal Ruben van der Streek. Met nummer 2 Ivar van Beek. Met nummer 3 Rick van Walsen. Met nummer 5 Edwin Abel. Met nummer 6 Roy Bronkhorst. Met nummer 8 Rico Kuit. Met nummer 9 Rob Knul. Nummer 10 Ricardo Mengering. Nummer 12 Koen Nijhuis. Met nummer 15 Milan van Elten. En nummer 20 Wilbert Thomassen. Wisselspelers aan de kant van SDVB met nummer 13 Thijs Uiterwaal, met nummer 14 Levi Smit, met nummer 17 Stan van Roslaar, nummer 22 Luc Knul en nummer 23 Leslie de Vetter. Dan het arbitrale trio vandaag. Ik vergeet even wat, dit hadden alles uiteraard onder leiding van onze eigen trainer. Bart Schreuter. Het arbitrale trio van vandaag. Scheidsrechter de heer P.J. Hovink, geassisteerd door de heren Embers en Koendrik. We wensen u een sportieve en aangename wedstrijd toe. Komt de stand op 1 tegen 0. Broepen te maken met nummer 12, Koen Nijhuis. Wissel aan de kant van DOS 37, noodgedwongen met nummer 17, Blauw-Zelf, Michel Kamphuis. En voorin komt in de plaats met nummer 9, Glenn Jansen. Doorstappen!
Zo gaan we naar rust in de stand van 1 tegen 0. Als u een moment heeft, dan heb ik voor u de tussenstand. Oh!
punt voor de stad vernummerd naar 2 tegen 0. Twee punten maken met nummer 8. Rico Kuyt. En zo eindigt deze wedstrijd. Ik ben 3 punten voor FDTB. 2 tegen 0. Wij bedanken de bezoekers uit Friesenveen voor de komst. En wij bedanken Barbara van der Velde en Melvin Tarikoek aan de livestream. We hadden zojuist 204 kijkers. Graag gedaan. Dus dat is mooi. Dan is het toch nog iets geleefd bij de supporters enzovoort. Volgende week een nieuwe thuiswedstrijd. Dan weer hartelijk welkom uiteraard voor degenen die er zijn. En zeker ook voor de kijkers via de livestream. We wensen u een goede terugreis.